Het is zover. Van harte welkom in Museum De Voorde. Over jou en over mij en over jullie allemaal. We openen vandaag met 3 tentoonstellingen. De fototentoonstelling hashtag heerlijk genieten door Jan Dirk van den Burg. Hij is fotograaf des vaderlands en geboren en getogen in Zoetermeer. Die tentoonstelling ziet u boven achterin. Het is echt heel erg leuk en vooral ook even de tekst te lezen. Daarnaast openen we met 2 andere tentoonstellingen. Namelijk Dit zijn wij, hier beneden. En Wie ben jij, boven. Dit zijn wij gaat over generaties en alles wat ze deden. Iedere generatie kent zo zijn defining moments en heeft zijn iconen. Nou, voor mij, mijn generatie, pragmatische generatie, waren dat zonder meer Anita en Ray. Anita, wil je even bij me komen staan? Bekend van To Unlimited. Ja, ja, ja. Is dat zomaar iemand? Gaan we het met z'n allen doen dan? Ja? Gaat hij zo ver? No, 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 no. Hier was ongeveer de plek waar besloten werd dat het museum er moest komen. Klopt dat? Ja, we staan hier op het oude stadhuis. Dit was vroeger het publieksplein. We hebben daar in de raadzaal, die nu gesloopt is, besloten dat er een museum gaat komen. En ik vind het ontzettend mooi om te zien dat het er nu ook echt is. Want we hebben er zo lang over gesproken en dat het nu ook daadwerkelijk gerealiseerd is. Is fantastisch. Ja, het is gewoon haast onwerkelijk om te zien wat er hier nu staat. En is het dan ook een museum waarvan je zegt, hé, hier ga ik met mijn kinderen naartoe? Nou kijk, waar we natuurlijk bang voor waren is dat je een museum krijgt met leuke schilderijen om naar te kijken. Dat is niet wat we wilden. En dat is ook gelukkig niet wat we gekregen hebben. We hebben hier een ontzettend interactief museum. Je loopt eigenlijk door de verschillende generaties heen. Dus voor elke generatie is er niets in wat te beleven. Een stukje herkenning. En een stukje ook wel van, oh ja, zo ging het vroeger. En ook met heel veel interactief met beeld en met geluid. Dus ontzettend leuk. Museum De Voorde is geopend. Hoe ging dat? Ik vond het een hele vrolijke, gezellige opening. En mensen waren aan het lachen. We hebben ons concept mooi uit kunnen leggen op een hele leuke manier. Ik ben ontzettend blij. En Anita Dot heeft zelfs gezongen. Dat was een verrassing voor mij. Maar heel erg leuk. Heel blij mee. Wat voor soort museum is De Voorde? Museum De Voorde, de why van het museum is verbinden. Dus met dit museum hopen we mensen met elkaar in contact te brengen die elkaar normaliter misschien niet tegen zouden komen op straat. En vrij eigentijds en vooral interactief lijkt mij zo. Ja, vooral heel interactief. En we proberen ook echt de samenleving te betrekken bij het museum. We staan open voor van alles en nog wat. We zijn er voor de samenleving. En we gaan niet meer alleen maar zenden. We gaan samenwerken. Dus eigenlijk kortom, tot ziens bij De Voorde? Ja, absoluut. Iedereen, tot ziens bij De Voorde.